Dit is de Linkse Hobby's podcast van Authentiek Links. Ja. Vandaag hebben we een interview met, je hebt het al gehoord, Saadet Karabulut. Aansluitend doen we meteen nog een lezing die Saadet begin december heeft gehouden voor een groep studenten van de Vereniging van Utrechtse Geografiestudenten. Het is dus opgenomen voor de ontwikkelingen met betrekking tot Iran. En we hopen Saadet binnenkort onder meer hierover weer te kunnen spreken. Verder wil ik ook nog kort stilstaan bij twee donaties sinds afgelopen aflevering. Een eenmalige donatie van 15 euro van kameraad Kea en een maandelijkse donatie van 2,50 van kameraad Arber. Bedankt! Deze afleveringen zijn mogelijk dankzij jullie steun. Recent was er nog een stuk in de NRC dat de NPO in recente jaren steeds meer een ruk naar rechts heeft doorgemaakt. Een tegengeluid is in 2020 meer dan ooit nodig. Steun ons via linkse.media/doneren, waar inmiddels alweer 15 luisteraars ons elke maand steunen. Mochten mensen je onverhoopt nog niet kennen, wat me onwaarschijnlijk lijkt, wie was je ook alweer? Saadet Karabulut, ik ben Tweede Kamerlid voor de SP. En wat doe je voor de SP in de Tweede Kamer? Op dit moment ben ik woordvoerder voor de Buitenlandse Zaken en Defensie. En wat doe je dan zoal? wat ik doe is, we hebben een campagne om toch iets meer bewustzijn te krijgen, maar ook acties op poot te zetten tegen wat wij de permanente oorlog noemen. Permanente oorlog in Irak, Afghanistan, Syrië, Libië. Wat eigenlijk landen compleet overhoop heeft gehaald door slecht bestuur, maar zeker ook door westerse interventies, waar ons land en onze regeringen maar al te vaak blind achter grootmachten aanlopen. Dat onder andere. Maar we denken bijvoorbeeld ook na over waarheen met de NAVO. Hoe functioneert de NAVO? En vanavond was ik uitgenodigd door een studievereniging van studenten sociale geografie. En heb ik verteld over de Turkse bezetting van Noordoost-Syrië. En wat dat betekent voor Koerden. Dus mijn handen vol eigenlijk. Want je hield inderdaad vanavond een lezing over de Turkse bezetting in Noordoost-Syrië. Beknopt misschien. Wat is er aan de hand in Syrië? In Syrië is een burgeroorlog gaande. Althans, een oorlog wat ooit begon als vreedzaam protest vanuit de bevolking in 2011. Omdat zij voedseltekorten hadden, omdat er armoede was. Omdat er grote onvrede was over het onderdrukkend regime van Assad. Maar uiteindelijk op dit moment is ontaard in een proxyoorlog waar zo'n beetje de hele wereld aan het vechten is. En waarbij onlangs, 2 maanden geleden, Turkije besloot om Noordoost-Syrië te bezetten. Omdat daar in dat door oorlog en instabiliteit eigenlijk verwoeste land de Koerden samen met Assyriërs, christenen en Arabieren een toch redelijk stabiele regionale zelfbestuur hebben opgetuigd. Rojava geheten, met de Syrian Democratic Council en een militaire eigenlijk uitvoeringsorganisatie, de PYD. Dat trekt Turkije niet. En die zijn dus illegaal Noordoost-Syrië binnengetrokken. Terwijl de andere NAVO-partner, VS en het Westen, in een alliantie met de Koerden, de strijd op de grond tegen de IS leverde, zitten. Dat gebeurde allemaal na een vuile deal tussen Trump en Erdogan. Kort samengevat. Dat was een behoorlijk beknopte samenvatting van een vrij complex vraagstuk. Maar er speelt ook een Koerdische kwestie. Natuurlijk een Koerdisch nationaal vraagstuk. En wat ik onder meer vanavond heb geleerd is dat Rojava dus eigenlijk staat voor West-Koerdistan. Ja. Wat is jouw kijk op het Koerdische nationale vraagstuk? Want je hebt zelf een Turkisch-Koerdische achtergrond. Noord-Koerdistan dan, geloof ik. Wat staat de weg dan vooruit in? Sorry?
Wat is dan de antwoord zogezegd op het nationale vraagstuk voor Koerdistan? Nou ja, dat antwoord is natuurlijk allereerst aan de volkeren die in het Midden-Oosten zelf leven. Inderdaad, Koerden leven in verschillende landen. Iran, Irak, Syrië, Turkije. Zij hebben ooit een land beloofd gekregen dat ze niet hebben. Maar het is niet aan mij om voor hen hun zelfbeschikking uit te stippelen. Dat weten ze prima zelf te doen. Als je kijkt naar Turkije bijvoorbeeld, waar het vroeger ging om afscheiding, willen ze nu binnen een federaal systeem gelijke rechten. Iets soortgelijks geldt voor Syrië. In Irak is er natuurlijk al een Koerdische regionale regering. In Irak, Iran is er zware onderdrukking van de hele bevolking, dan helemaal de Koerden in Iran. Dus het is gewoon heel erg divers en dat heeft alles te maken met de geschiedenis. Koerden hebben altijd in die delen van het Midden-Oosten gewoond. Een uitgestrekt landschap met verschillende culturen. En in Noordoost-Syrië hebben zij nu eigenlijk die diversiteit en dat inclusieve denken omgezet in een politiek apparaat wat een hoog emancipatoir karakter heeft. Dus eigenlijk alles waar het Westen de vingers bij kan aflikken, zou je zeggen. Op papier? Op papier, ja. Want uiteindelijk is toch, ondanks de vele duizenden doden en het gevecht tegen IS, ook voor ons, zijn ze toch verraden, hè? Na dat telefoongesprek tussen Trump en Erdogan, is NAVO-partner Turkije Noordoost-Syrië binnengetrokken. En ik moet zeggen dat in tegenstelling tot eerdere invasies, want het is niet de eerste keer, het is de derde keer dat Turkije dat doet de afgelopen jaren, deze keer wel overal iedereen dit heeft veroordeeld. Maar als je nou bekijkt welke stappen tegen Turkije zijn genomen, ook vanwege de binnenlandse repressie, ja, dan is er na heel veel druk en echt na heel veel jaren politieke inzet zijn we nu eindelijk zover dat er een wapenembargo geldt tegen Turkije. Oké. Want inderdaad, de VS heeft de Koerden inderdaad het mes in de rug gestoken met die Trump-deal. Hoe verder? Want misschien twee aspecten aan die vraag ook. Want in het Westen had ik ook door nodige linkse geluiden die kritiek hadden op die deals met de VS. Ja. Maar ja, nu hebben de VS dus de boel verlaten. Dus dat is dan de andere kant van de kwestie. Hoe verder dan? Allereerst, je moet je realiseren dat de opkomst van de IS als eerste en nog steeds een directe bedreiging vormt, juist voor de Koerden en de minderheden daar in de regio. Hè. Je weet nog wel de genocide op Yezidis, die moesten ontzet worden op Sinjar-gebergte. Twee, ook in Kobani is natuurlijk een aanval geweest met heel veel moeite en luchtsteun. Is voorkomen dat Kobani compleet in handen viel van de IS. Dus ja, ik vind het eerlijk gezegd een beetje heel erg makkelijk oordelen vanuit onze veilige landen. Wat dan de Koerden wel of niet zouden moeten doen. Of mensen in die regio wel of niet zouden moeten doen. Ik bedoel, op het moment dat jij dreigt vermoord te worden, dan moet je voorkomen dat dat gebeurt. En voorkomen dat je volk wordt uitgemoord. Dus dat vind ik gemakkelijk. Ik denk dat mensen zich in die zin ook onvoldoende hebben verdiept in de situatie. Ja, en hoe nu verder? Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat wordt aangestuurd op een vredesproces, op politieke afspraken. En dat Rojava gesteund moet worden. En dat we dat ook op alle mogelijke manieren zouden moeten doen. Zodat zij, want de realiteit is, het Westen is natuurlijk, althans zeker Europa, uitgespeeld. Rusland en Assad die hebben afspraken gemaakt op militair niveau met zowel de Syrian Democratic Forces als Turkije. Daar moet een politiek proces en een vredesakkoord gesloten worden. En daar zou de positie van de Syrian Democratic Council ook in gewaarborgd moeten worden. Hoewel zij op dit moment dus niet, en dat zou moeten gebeuren, een officiële plek aan tafel hebben. Duidelijk. Je bent zelf ook woordvoerder van Buitenlandse Zaken en Defensie, zoals je al zei. Wat zouden we als partij meer moeten doen om dit op de kaart te krijgen? Wat zijn de taken voor de partijen breed gezien?
Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we allereerst natuurlijk de contacten onderhouden in de regio. Vaak krijgen we maar een deel van de informatie tot ons van wat zich daar afspeelt. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we uit de eerste hand horen wat er in die landen gebeurt. Of dat nu Irak is of Syrië. Twee, ik denk dat het heel belangrijk is om het idee van Rojava te blijven steunen. En natuurlijk onze regeringen en ook vanuit de bevolking onder druk zetten om eindelijk die strategie... van de permanente oorlog en daarmee de onveiligheid, zeker voor de volkeren daar in het Midden-Oosten, maar uiteindelijk ook voor ons te veranderen. En dat vereist ook een actieve strijd op straat. Bijvoorbeeld een hele belangrijke tegen de wapenhandel. We hebben nu dan weliswaar een politieke uitspraak dat er geen wapens geleverd meer worden, maar dat kan morgen zomaar veranderen. Het geldt voor meerdere oorlogen. Saudi-Arabië, met behulp van westerse wapens worden daar Jemenitische kinderen vermoord. Dus er valt op dat vlak nog heel veel te doen. En dat proberen we ook samen met de Niet in Mijn Naam campagne, opgezet door Roodjongeren. We zullen ook komend jaar weer een vredesfestival organiseren, waar hun strijd wordt verbonden met onze strijd. En het belang van internationale solidariteit hopelijk en het leren van elkaar ook wordt vooropgesteld om die strijd ook nieuwe energie te geven. Voor de SP'ers die deze podcast luisteren, wat zou men meer kunnen lezen? Wil je mensen ergens toe verwijzen bijvoorbeeld om meer informatie na te zoeken? Afgezien van de goede lecture die je vandaag hebt gegeven. Ja, die moet ik dan inderdaad ook nog wel even ergens online zetten. Dat is een goede tip. Natuurlijk, we hebben onze eigen site met brochures en pamfletten over permanente oorlog. Onze eigen achtergrondinformatie en publicatie natuurlijk. Maar er zijn ook heel veel internationale media die je zou kunnen en moeten volgen eigenlijk om een beetje een beeld en indruk te krijgen. En daarnaast denk ik dat het gewoon heel belangrijk is om... Er zijn hier heel veel mensen actief. Syrische Nederlanders, Koerdische Nederlanders, Jemenitische Nederlanders. Waarmee samengewerkt kan worden, waardoor je ook kunt laten informeren. Helder. Nou, dankjewel Sedat. Wel thuis. Ja, nou, jij ook bedankt wel thuis. En de rol van de Koerden daarin. Daar hebben we een bijzondere spreker voor uitgenodigd, namelijk Sadet Karabunet. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Jullie kunnen haar misschien kennen van als Kamerlid, Tweede Kamerlid van de SP. En ik zal verder niet dingen over haar gaan uitleggen. Ik denk dat ze dat heel erg goed zelf kan. Ik wil het woord graag aan u geven. En een hele fijne lezing. Ja. Nou, dank jullie wel allemaal. Superleuk dat ik hier uitgenodigd ben. Dank. Goed dat jullie dit doen. Ik zei het net al, ik verwachtte dat ik, want meestal gaat het zo dat ik in een soort collegezaal zou verschijnen. Maar dit is eigenlijk nog leuker voor op een maandagavond. Mijn naam is dus Sadet Karabulut. Ik ben lid van de Tweede Kamer voor de SP. Ik ben vrouw, socialist en Nederlandse met Turks-Koerdische roots. Geboren en getogen in Dordrecht. Als dochter van Turks-Koerdische gastarbeiders. De jongste uit een gezin met 5 kinderen. Maar mijn roots zijn niet doorslaggevend. Veel eer mijn politieke idealen. Dat sluit in dit geval wel mooi bij elkaar aan, kan ik jullie vertellen. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit is wat bij mij voorop staat. Ik geloof in een andere wereld zonder de immense ongelijkheid, permanente oorlog, kernwapens en vervuiling van onze planeet. Sociale rechtvaardigheid voor iedereen, wereldwijd, is mijn politieke ideaal en gelukkig het ideaal van steeds meer jonge mensen waar we dag in dag uit ons voor inzetten. Maar eigenlijk doen mijn roots er niet toe, dat zei ik al even. Gelijkheid staat voorop. Maar je roots, het nest waar je uit komt, de omstandigheden waarin je verkeert en de kansen die je krijgt, maken uiteindelijk natuurlijk wel wie je wordt. En natuurlijk ben ik trots op mijn ouders en waar zij vandaan komen. Uit Dersim, ofwel Tunceli in het Turks, een stad in het zuidoosten van Turkije, het Koerdisch gedeelte van Turkije. Vandaar die Turks-Koerdische roots. Dit verhaal, wat ik het komend uur met jullie wil delen en hopelijk kunnen we daarna van gedachten wisselen, gaat over de Turkse bezetting van Noordoost-Syrië.
En het is niet alleen het verhaal van de Koerden, mochten sommigen dat denken. Maar het gaat om internationale rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid voor mensen, rechtvaardigheid voor volkeren, rechtvaardigheid voor ons allemaal. Jullie weten vast wel een beetje hoe complex en rijk de geschiedenis van het Midden-Oosten is. De historische context is daarom heel erg relevant. Ik zal dan ook beginnen met een korte geschiedenis van de Koerden. Uitleggen de Koerdische beweging in Turkije en Syrië om te eindigen in het hier en nu. Het verraad van de Koerden. Het Koerdisch volk bestaat naar schatting uit zo'n 35 miljoen mensen. Zij komen uit het Midden-Oosten en leven voornamelijk in Turkije, Syrië, Irak en Iran. De Koerden worden ook wel het grootste volk zonder land genoemd. Er bestaat namelijk niet zoiets als Koerdistan, het land van de Koerden. Dat was hen wel beloofd na de Eerste Wereldoorlog, maar zij hebben het nooit gekregen. In tegenstelling tot wat sommige mensen misschien denken, zijn de Koerden beslist geen homogeen volk. Ze wonen niet alleen in verschillende landen, ze spreken ook verschillende talen. Kurmanji, Soriani, Pelavi, etc. En Zazaki. Ik ben een Zaza, al spreek ik de taal niet. Ze zijn verschillend politiek georganiseerd en leven samen met talrijke andere volkeren, want het Midden-Oosten is een mozaïek aan volkeren, samen. Zeer etnisch en religieus divers dus. Dat is altijd al zo geweest. Je hebt Soenitische Koerden, je hebt Sjiïtische Koerden, Alevitische Koerden, christelijke Koerden en Joodse Koerden. Oh, dit zijn niet de Koerden hierachter. Nee. Huh? Oké, okay. Nou, maakt niet uit. Dit is Rojava. En hij loopt voor de rest wel? Als het goed is, wel. En je hebt ook de Jezidis. Dat is een Koerdisch volk met een heel eigen religie en gewoonte. En misschien dat de meesten van jullie daar voor het eerst wel over hebben gehoord. In 2014, toen de IS, de Islamitische Staat, de barbaren, hen wilde uitmoorden in Sinjar, het Sinjar-gebergte in Irak. Gruwelijk was dat bij de opmars van IS. En zij zijn toen gered door de PKK en Peshmerga en later geëvacueerd. Ja, dit is het wat ooit Koerdistan was. Dus heel, heel lang geleden. Oh, jammer. Ja. De geschiedenis van de Koerden kenmerkt zich door strijd. Strijd vanwege genocide, onderdrukking, discriminatie en verraad. Maar er leven ook Koerden buiten de landen die ik noemde. Zo'n 1,5 miljoen Koerden wonen in Europa, Duitsland, Armenië. En de Koerden die noemen eigenlijk de vier delen van het thuisland naar de vier windstreken. Bakur, het noorden, dat is Turks-Koerdistan. Rojilat, het oosten, dat is Iran. Bashur, het zuiden, Irak. En Rojava, waar we het over hebben vandaag, het westen is Noordoost-Syrië. In de 17e eeuw viel het gebied waar de Koerden leefden in handen van de Ottomanen. Toen het Westen optrok naar het Midden-Oosten tijdens de Eerste Wereldoorlog vanuit hun imperiale belangen en het Ottomaanse Rijk aan het einde van de Eerste Wereldoorlog viel, trok het Westen vrij arbitrair de lijnen van de landen op de landkaart. Het verdrag van Sèvres werd gesloten en de Koerden kregen in dat eenzijdig door de Engelsen en Fransen opgelegde verdrag een eigen land beloofd, het land waar zij woonden. Maar de nationalistische Mustafa Kemal Atatürk kwam na de onafhankelijkheidsoorlog aan de macht en wilde Turkije bevrijden van de geallieerden, wat resulteerde in het verdrag van Lausanne. De Koerden werden op geen enkele wijze genoemd, laat staan dat er werd gesproken over een eigen land voor de Koerden. Onderdrukking, uitsluiting en marginalisering van de Koerden in alle vier de landen of in de meeste landen is aan de orde van de dag tot op de dag van vandaag. Door de regeringen, en dat is iets anders wil ik benadrukken, dan dat volkeren in het Midden-Oosten niet met elkaar vreedzaam zouden kunnen samenleven. Dat gebeurt natuurlijk nu nog steeds. Na de opstanden en ook nu nog steeds. Het grootste bewijs daarvoor is dat in een door oorlog verscheurd land als Syrië, Koerden samen met christenen, Assyriërs en Arabieren een stabiel zelfbestuur hebben gevormd. Met strijdkrachten, de Syrian Democratic Forces, die niet alleen vechten tegen de IS, maar ook een regionaal zelfbestuur hebben neergezet met een uniek karakter. Daarover straks meer.
Maar eerst wil ik een blik werpen op het Koerdische verzet in Turkije en Syrië. Dat is nodig om het hier en het nu en de huidige ontwikkelingen een beetje te kunnen begrijpen. Evenals de bezetting van Turkije, van Noord-Oost-Syrië door Turkije. Wanneer je het label terrorist krijgt opgeplakt, of iemand anders terrorist noemt, jij bent een terrorist, wordt eigenlijk ieder vorm van gesprek of dialoog beëindigd. Zelf merk ik in de laatste jaren als vredesactivist en volksvertegenwoordiger hoe makkelijk sommige mensen dit woord gebruiken. Hoe makkelijk autocratische leiders dit woord gebruiken om het vijanddenken te voeden en mensen bang te maken. Voor hun eigen politiek gewin uiteraard. Wanneer ik bijvoorbeeld een vreedzame oplossing voor het Koerdisch vraagstuk in Turkije bepleit, verwijten sommige Turks nationalisten mij wel eens terrorisme te steunen en of sympathie te hebben. En sommigen zullen vast zeggen dat ik een terrorist ben. Voor een vreedzame oplossing van dat vraagstuk is het gesprek met de PKK, die sinds 2002 op aandringen van Turkije op de lijst van terroristische organisaties van de EU en de Verenigde Staten is geplaatst, gewoon nodig. Onderhandelingen zijn nodig voor een vreedzame oplossing. Dus wanneer je dat bepleit, een vreedzame oplossing, ben je natuurlijk geen PKK'er, laat staan een terrorist. Maar het vijanddenken voedt wel deze gedachte. Ook al vertel je 1000 keer dat je staat voor vreedzaam verzet. Dat wil er niet ingaan wanneer mensen eenmaal zijn verblind door haat. Hetzelfde merk ik overigens ook uit geheel andere hoek. Bijvoorbeeld wanneer ik de staat Israël oproep zich te houden aan internationale resoluties en om een einde te maken aan de bezetting en annexatie van grote delen van Palestina. Dan ben je volgens rechtsradicale zionisten al snel antisemiet, ook al strijd je al je hele leven tegen discriminatie en uitsluiting, of sympathiseer je zelfs met de islamitische beweging Hamas, waar ik helemaal niks mee heb. Bovendien, je kunt niet allebei tegelijk zijn. Een marxist à la PKK of een islamist à la Hamas. Dat is natuurlijk een grapje. De angst- en terrorismekaart is helaas, en dat zien we om ons heen, een effectief middel in handen van politiek leiders om hun eigen positie te versterken. Ik zei het al, Erdogan, Trump, Netanyahu, ik noem het wel het sterke mannensyndroom dat om zich heen slaat. Ze doen het allemaal. Ook kan natuurlijk op die manier worden verdoezeld dat het een politiek conflict is. Want in essentie is het Koerdisch vraagstuk een politiek conflict. In essentie is de bezetting van Palestina in strijd met het internationaal recht en geen religieus conflict, wat heel veel leiders het willen maken, maar een politiek conflict. In West-Papua strijden de volkeren ook voor het zelfbeschikkingsrecht. Is een politiek conflict. Maar op deze manier probeert men dat te verdoezelen. Ook het plaatsen van een organisatie wel of niet op de lijst met terroristische organisaties is uiteindelijk een politiek besluit. Alles is politiek. De een wel, de ander niet. Het moedwillig doden van burgers door dood en verderf te zaaien is iets anders dan de strijd van een volk voor zelfbeschikking en gelijke rechten in eigen land. En volksvertegenwoordigers, maar zeker ook politiek leiders die zeggen te staan voor vrede en veiligheid, hebben de dure plicht deze conflicten op te lossen, hoe moeilijk dat ook is. Laat dat nu net het probleem zijn in Turkije en Syrië waar het de Koerdische kwestie betreft. Er zijn zo weinig leiders die dat proberen en waar ze wel op staan, zitten ze nu in het gevangen. Het Koerdisch vraagstuk is een van de grootste, pijnlijkste, grootste maatschappelijke problemen in Turkije. Door het staatsnationalisme, ook wel het Kemalisme genoemd, sinds Mustafa Kemal Atatürk, die ook natuurlijk het land moderniseerde en veel fans heeft met meer linkse of meer rechtse regeringen, is het Turks nationalisme in de hoofden en de harten van heel veel Turken gedrild. Terwijl ook Turkije
een ultradivers land is, waar veel mensen met verschillende etnische en religieuze achtergronden samenleven. Alewieten, Soenieten, Lazieten, Armeniërs, Koerden, Assyriërs, Christenen, ze leven al vele eeuwen lang op datzelfde stuk land. Ondanks verschillende openingen en pogingen om in het reinen te komen met de zwarte bladzijde uit de Turkse geschiedenis, ik noem de Armeense genocide in 1915, de massamoord in Dersim in 1938, de bloedige jaren 80 en 90 met oprichting van de PKK, is geen enkele regering erin geslaagd afscheid te nemen van dit onderdrukkend staatsnationalisme en noodzakelijke hervormingen van de Turkse grondwet voor een inclusief politiek bestuur door te voeren. Ook al hebben de ontwikkelingen, dat moet ik ook zeggen, zeker niet stilgestaan. Zoals ik zojuist al even vertelde, in de 18e en de begin 19e eeuw is er een Koerdisch-Ottomaans pact die ondanks problemen tot in de 19e eeuw in stand werd gehouden, waarbij Koerdische stammen zich gewoon als onderdeel van de Ottomaanse gemeenschap of met lokale stammen en clans identificeerden, omdat zij verspreid leefden toen al over een groot stuk land met verschillende talen en culturen. Vanaf begin 20e eeuw, mede door oorlogen tussen grootmachten en het oprukkend imperialisme, het verval van het Ottomaans Rijk en opkomst van nationalistische bewegingen, waaronder de Armeense en de Jonge Turken, en na de Eerste Wereldoorlog gedwongen verturksing eigenlijk van Koerden en gedwongen assimilatie, groeide het Koerdisch zelfbewustzijn, het nationale bewustzijn. En daarmee werd eigenlijk de basis gelegd voor een politieke organisatie die strijdt voor gelijke rechten en afhankelijk ook voor een eigen Koerdische staat. De mogelijkheid van een onafhankelijk Koerdistan zoals ik al eerder noemde, met het verdrag van Lausanne in 1923 geschrapt. De Koerdische regio wordt heel kunstmatig opgesplitst over Turkije, Perzië, Iran, Syrië en Irak. De Syrisch-Turkse grens wordt in een apart verdrag van Ankara in 1921 vastgelegd. En dat heeft eigenlijk alles nog steeds te maken met de huidige situatie. In die regio namelijk, langs de Turks-Syrische grens Noordoost-Syrië, wat nu Rojava wordt genoemd, wonen families die door het imperialisme, door het willekeurig trekken van de grenzen van de een op de andere dag, eigenlijk gescheiden van elkaar worden. Maar die banden zijn er nog steeds. En die cultuur leeft ook nog steeds. Dus het volk is op de grond eigenlijk, wat ik al noemde, niet anders gewend dan samenleven met elkaar. En zijn dus nauw met elkaar verbonden. De Turken voerden nauwe campagne gericht om de Koerden te verturksen. Want ja, het Turks nationalisme dat stond bovenaan en iedereen moest zich Turk voelen onder dezelfde vlag, met dezelfde taal, etcetera. Onderdrukking, verschillende opstanden in de Koerdische steden. En in de jaren 90, en dan kan ik me nog met vlagen iets van herinneren vanuit boodschappen die we kregen vanuit familie op dat platteland, kwam het zelfs tot evacuaties van het Koerdisch platteland. Tot de AK-partij, de partij van de huidige president Erdogan, in 2003 aan de macht komt, wordt Turkije geregeerd door het laïcisme. Daarin is geen plaats voor religie of gelijke rechten voor Koerden. Wel een sterk leger dat ingrijpt, dat is ook verschillende keren gebeurd, als de staat gevaar loopt. Hoewel Erdogan met zijn AK-partij in de macht komt, als een reactie, mede als reactie op dit model, want ook de religieuzen werden in die zin onderdrukt of hadden niet de vrijheid om hun eigen individueel recht op godsdienst uit te oefenen, wordt van het extreem nationalistisch discours en de daarbij horende staatsvorm eigenlijk helaas nooit afscheid genomen. Integendeel, het Kemalisme maakt weliswaar geleidelijk plaats voor het neoliberaal islamisme en een autoritair bewind, waardoor het huidige Turkije van president Erdogan helaas wordt gekenmerkt. De geschiedenis van de PKK, de organisatie die aanvankelijk met gewapend verzet een eigen Koerdische staat wil afdwingen, gaat terug tot in de jaren 70. Door de enorme repressie en onderdrukking van Koerden politiseren heel veel jongeren. Er is een linkse jongerenbeweging in opkomst op de universiteiten, verschillende, en er is een vrijheidsstrijd gaande. Allerlei linkse bewegingen ontstaan, zeer versnipperd. Dat is eigenlijk tot op de dag van vandaag nog steeds het geval in Turkije. In 1978 wordt de Koerdische Arbeiderspartij opgericht, de PKK.
Ze omschrijven zichzelf als nationale, democratische en revolutionaire beweging, gestoeld op marxistisch-leninistische ideologie, met als hoger doel hoger opgeleide en de arbeidsklasse te verenigen voor de geleidelijke realisatie van het recht op zelfbeschikking en bevrijding van de Koerdische maatschappij van uitbuiting. Ze beginnen met aanslagen op groot grondbezitters, omdat in hun ogen de mensen, die mensen juist ook, vaak ook Koerden trouwens, de arbeiders uitbuiten. Waarna de campagne van de regering tegen de PKK uiteraard wordt ingezet. In september 80 vindt een staatsgreep plaats met duizenden arrestaties, heel veel vluchtelingen. Ook heel veel mensen zijn in die tijd politiek gevlucht uit Turkije. Ook Koerdische militanten worden opgepakt, gemarteld en ze verdwijnen. Abdullah Öcalan, de leider van de PKK, die gevangen zit in Turkije, vlucht naar Syrië, waar hij wordt getolereerd door het baatregime van Assad, al-Assad senior. Hij bouwt, de vader van Assad is dan aan de macht. Hij bouwt aan zijn organisatie en gaat een tactische alliantie met Damascus aan. Die duurt tot eind jaren 80, wanneer Syrië een deal sluit met Ankara. Voor een Arabische corridor, daar heb je hem weer, hè, het verdrag van Ankara. Die van 350 kilometer lang en 10 tot 15 kilometer breed. Het Syrische baatregime bouwt er nieuwe dorpen en vestigt er 4000 Arabische families. Ook daar zie je weer dat de bevolking, de Koerdische bevolking, diverse bevolking moet worden vervangen. Zoals nu eigenlijk ook het geval is door het regime welgezinde bevolkingsgroepen. Koerdische partijen worden verboden en Koerden wordt de nationaliteit ontnomen. Maar nog steeds is Ankara niet tevreden en niet blij. De jaren 80 en 90 zijn de meest bloedige jaren van het Koerdisch conflict. Er zijn tienduizenden Turken Koerden omgekomen. Het is nog steeds een hele pijnlijke en gevoelige kwestie. De PKK is een guerrilla-organisatie geworden inmiddels in die tijd, die aanslagen uitvoert ook op Turkse militairen. Het geweld escaleert met een record aan geweld begin jaren 90. Het leger reageert met harde hand, waarbij Koerdische journalisten ook worden geëxecuteerd, net als lokale politici en burgers. De Golfoorlog, ontwikkelingen in Iraks-Koerdistan en een nieuwe regering in Turkije doen de strategie van de PKK en de Turkse regering veranderen. De PKK kondigt een eenzijdig staakt het vuren af. De Turkse president Turgut Özal start gesprekken met de Iraakse Koerden en het taboe rond het Koerdisch taalgebruik verdwijnt in Turkije. De Koerden op hun beurt formuleren redelijke politieke eisen voor politieke, economische en sociale rechten. Met Özal als president lijkt er een opening naar de oplossing van de Koerdische kwestie in Turkije. Maar die verdwijnt ook weer heel snel met zijn overlijden in 1993. Het geweld laait weer op. De tweede helft van de jaren 90 kenmerkt zich weer door enorme repressie en politisering van de Koerdische politieke beweging. Verschillende politieke partijen worden opgericht en verboden. Opgericht en verboden. Dit gaat met name om Koerdische politieke partijen die gewoon via de politiek, actieve politiek, veranderingen willen afdwingen. De PKK neemt ondertussen bij monden van Abdullah Öcalan afstand van het separatisme. Ze willen zich dus niet langer afscheiden van Turkije en zoekt naar een politieke oplossing in federatieve vorm in alle vier de landen. Inmiddels is een Koerdische regionale regering in Irak ook. Dat is een iets ander verhaal. Eind jaren 90 wordt voor de vierde keer een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd. Die duurt tot 2004. Ook neemt de partij afstand van de gewapende strijd. Geweld zal voortaan alleen nog maar ingezet worden als verdediging. Er zou via de democratische weg een oplossing gezocht moeten worden voor de klasse, nationale en sociale strijd in Turkije. Turkije komt inmiddels in beeld voor het EU-lidmaatschap. Want ja, de EU ziet ook Turkije, jonge bevolking, grote markt. En als men diensten privatiseert en meegaat in het neoliberale beleid wat Europa kenmerkt, dan liggen daar kansen. En tegelijkertijd legt uiteraard de EU ook eisen op. Eisen aan hervorming, bijvoorbeeld het terugdringen van de macht van het leger, maar ook democratische hervormingen. En dat brengt ook kansen met zich mee voor oplossing van het Koerdisch vraagstuk. Aanvankelijk lijkt ook Erdogan daadwerkelijk vernieuwing te willen doorvoeren. Verschillende openingen voor oplossing van het Koerdisch vraagstuk worden geboden, maar eigenlijk ook weer afgesneden door telkens weer
waar daar een Koerdische partij ontstaat die te verbieden. Tussen 2008 tot 2011, en dit is een heel belangrijk gegeven, wat je denk ik nu veel te weinig hoort en waar veel mensen geen kennis van hebben, wordt onderhandeld met de Koerden, met Öcalan, met die Koerden die nu, nou ja, waar geen enkele politieke dialoog meer mee mogelijk lijkt, in Oslo. De Koerdische leider Öcalan schrijft een roadmap to peace naar model van de Zuid-Afrika na de apartheid met verzoenings-, waarheidscommissies, et cetera, wordt internationaal door wat mensen begeleid. En in 2012 spreekt president Erdogan zelfs openlijk op tv over de gesprekken die hij voert met de PKK. De PKK kondigt terugtrekking van de strijders aan en er komt een wettelijke basis voor vredesonderhandelingen. De geheime diensten onderhandelen dus gewoon met de PKK. Erdogan wordt president in 2014 met 51% van de stemmen. Hij belooft een einde aan de 30 jaar durende oorlog. Dat noemt hij zo, het Koerdisch vraagstuk, door onderhandelingen. Maar de opkomst van de IS, de aanval op de Koerdische stad Kobani in Syrië, met een bedenkelijke rol voor de Turkse regering verandert alles weer. Er is een akkoord, soort van een akkoord, wat later weer wordt ontkend over het vredesproces. Maar inmiddels is er ook een zeer succesvolle partij, de HDP, met leider Selahattin Demirtas, die eind 2016 gevangen is gezet en tot op de dag van vandaag gevangen zit, omdat hij zo succesvol is, die de kiesdrempel, Turkije heeft een kiesdrempel van 10%, zeer ondemocratisch, maar dus ook zeer moeilijk voor partijen om in het parlement te komen, haalt in juni 2015. Een enorm succes en een enorme belofte. Het ging niet meer alleen om de Koerdische kwestie. Het ging om democratisering en ook rechten, de diverse rechten van groepen in Turkije. Het ging ook over LHBTI-rechten. Hij was in staat en verzoende met zijn partij grote delen van de bevolking. Daar waar een vijandig discours werd gehanteerd door Erdogan en de zijne, was hij de man van de vrede. Hij wordt ook wel eens de Turkse Mandela genoemd. Maar ja, die sluit je dan op. Een bomaanslag in Suruç, een klein plaatsje aan de grens bij Syrië. Wat ik me nog heel goed kan herinneren, op een bijeenkomst van links-Koerdische jongeren waarbij 32 doden vallen, verandert alles. En ook wordt intussen, is de opmars van de IS bezig, wordt het plaatsje Kobani aangevallen. Er breken gigantische protesten uit. Mensen zijn woedend, jongeren zijn woedend. Koerdische militanten doden 2 politieagenten. En het is definitief over met het vredesproces. Erdogan voert ook een operatie uit over de grens bij Suruç toen al. De woede is groot in Turkije onder de Koerden, onder democraten. De repressie neemt weer toe. Koerdische steden in Turkije, Diyarbakır, gewoon de hele steden, Nusaybin. Ik ben er toen geweest, het was ongelooflijk. Zijn eigenlijk met de grond gelijk gemaakt. Honderden duizenden mensen raken ontheemd, ontvluchten hun steden. Koerdische politici, allemaal gekozen lokaal, worden opgepakt. En de vijandige retoriek wordt weer volop ingezet. En natuurlijk, de Koerdische jongeren, een deel daarvan radicaliseerde weer. Zij konden het niet verkroppen dat hun rechten op deze wijze met voeten werden getreden. En een allerlei IS-achtige, blijkbaar zo gemakkelijk, dat was niet de eerste keer, aanslagen pleegden op gewoon jonge mensen die schooltjes wilden gaan bouwen in Kobani. Bovendien was er een heel conflict, want de Koerden wilden dat er hulp toegelaten zou worden voor Kobani, om te voorkomen dat de IS de macht greep. Turkije dit moeilijk. Dus dat vuurtje werd opgestookt. De mislukte staatsgreep, want dat was er ook nog ondertussen, van juli 2016, wat hartstikke fout is, een staatsgreep, maakte wel de gelegenheid voor Erdogan om de macht volledig naar zich toe te trekken. Het eerste wat ik in reactie daarop zei, is hartstikke fout. Wie dat dan ook gedaan heeft. En de schuldigen moeten worden berecht. Maar het mag geen excuus zijn om iedereen te gaan onderdrukken en autoritair regime of bewind in te zetten. En hij deed dat. Hij vestigde zijn autoritaire bewind met politieke zuivering van alles en iedereen die hem ongewelgevallig is. En ik noemde het al, er zitten tientallen Koerdische politici vast. De HDP is eigenlijk tot stilstand gebracht. Niet alleen dat, journalisten zijn in het gevangen genomen en de hele Gulen-beweging, waarvan hij zegt
Dat zij achter de mislukte coup-poging zijn. Die zijn sowieso, waar ze jarenlang nauw mee hebben samengewerkt, die zijn sowieso compleet uitgeschakeld. Maar ook rechters zijn ontslagen, ambtenaren zijn ontslagen. Verschrikkelijk, echt verschrikkelijk voor het democratische proces in Turkije, maar natuurlijk ook gevolgen voor Europa. In Syrië, ga ik even weer naar terug, nemen de Koerden niet de wapens in handen voor gewapend verzet tegen het regime. Hoewel ook in Syrië zij zwaar worden gediscrimineerd en onderdrukt. De Koerden zijn daar niet zo sterk georganiseerd als in andere landen. Er is meer onderlinge verdeeldheid en minder mogelijkheden ook om zich te organiseren. Als in 2000 Bashar al-Assad van de Baath-partij de macht van zijn vader overneemt na diens overlijden, lijkt hij in eerste instantie veranderingen door te voeren en een ander, meer politiek inclusief klimaat na te willen streven dan zijn vader. Het wordt zeker geen democratische walhalla, want ook hij onderdrukt en martelt dissidenten, maar dat valt eigenlijk in het niet bij het schrikbewind van zijn vader. Hoewel hij verschillende beloftes doet voor meer politieke vrijheid voor verschillende bevolkingsgroepen. Koerden, hun nationaliteit die inmiddels is afgepakt, waardoor heel veel Koerden stateloos zijn, wil teruggeven. En de economie liberaliseert, blijft de onderdrukking en armoede onder de grote delen van de bevolking groot. Jongeren, afgestudeerd en wel, hebben geen enkel toekomstperspectief en de repressie neemt toe. Uit angst, want dat is zijn angst, omdat hij dat ook ziet in de landen om hem heen, afgezet te worden door buitenlandse mogendheden die dan de oppositie zouden steunen. Vanaf midden jaren 2000 neemt het protest wel toe in het noordoosten van Syrië vanwege regionale ontwikkelingen. De gifgasaanval van Saddam Hussein op Koerden, de vorming van een Koerdisch regionale regering in Irak en een deal van Assad met Turkije voor onder andere uitzetting van Abdullah Öcalan uit Syrië voeden dit, deze beweging en de acties. De Koerdische jongeren politiseren en beginnen zich te organiseren. In enkele Koerdische steden breken ook revoltes uit. Er worden ondertussen ook enkele partijen opgericht, waaronder de PYD opgericht, die aansluit bij vooral jongeren en verwant is aan de PKK. In maart 2011, dat weten we ook nog wel, dat is eigenlijk de Arabische lente, bereikt dat ook Syrië. De onvrede onder de Syrische bevolking is groot. Het regime van Assad heeft ondanks die beloftes dus geen verbeteringen aangebracht voor Syriërs. En van de meer politieke rechten is ook weinig waargemaakt. Er is een superrijke elite, wat we nu ook weer overal in het Midden-Oosten eigenlijk zien gebeuren. Die profiteert, er is corruptie, die profiteert van de privatiseringen. De subsidie voor voedsel aan mensen is afgebouwd. Ook al heeft hij dat daarna weer opgeplust. En, zie hier de klimaatverandering, er heerst droogte, waardoor eigenlijk de voedseltekorten enorm zijn en de onvrede groeit. De aanvankelijk vreedzame protesten groeien in verschillende steden in Syrië. Maar die worden al heel snel hardhandig onderdrukt door Assad. De demonstraties worden vanzelf ook gewelddadiger. Radicale en jihadistische groepen worden dominanter. De burgeroorlog, die tot op de dag van vandaag duurt, heeft 500.000 Syriërs het leven gekost. Er zijn meer dan 10 miljoen vluchtelingen in Syrië, maar ook vele miljoenen vluchtelingen in Turkije, Jordanië, Libanon en Irak. En een klein plukje, honderdduizenden in Europa, wat we al niet kunnen handelen. Grote delen van Syrië zijn compleet verwoest. Wie die beelden en die foto's ziet, die weet ook dat het weliswaar misschien precisie bombardementen zijn, maar dat het bombardementen zijn. De economie is kapot en wat ooit begon als een Syrisch conflict met een regionale spillover is een proxyoorlog geworden met Syrische focus. Aldus een Amerikaanse diplomaat volgens de International Crisis Group. Vrij snel na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog ging het Westen zich er ook mee bemoeien. Net zoals haar bondgenoten, de bondgenoten van het Westen, en hou je vast, Turkije en de Golfstaten. Zij vonden allemaal, Assad moet weg, koste wat kost. Een direct ingrijpen wilden ze dan weliswaar niet, maar wel hebben ze gewapende en niet gewapende steun geleverd aan allerlei zogenaamde gematigde oppositiegroepen die later helemaal niet zo heel erg gematigd bleken. Salafistische, jihadistische en zelfs Al-Qaeda heeft daarvan weten te profiteren.
In de beginjaren van die oorlog werd eigenlijk ISIS ook geen strobreed in de weg gelegd. Want die grens met Turkije, zie ook de aanslagen, was heel volatiel. En ook de CIA is betrokken geweest bij het bewapenen en of faciliteren van allerlei groepen waarvan ze nu zeggen dat we daar, dat in strijd is met onze belangrijke waarden. Ook Nederland, een klein detail, misschien hebben jullie er wel van gehoord, hebben we debatten over gehad, steunt deze strategie en heeft miljoenen, heel klein, gegeven aan niet-letale steun, noemen ze dat. Dus niet gewapende steun, maar wel de Toyota pick-up truck, schermvesten, et cetera, aan groepen, aan milities, die op dit moment het vuile werk voor Turkije doen in Noordoost-Syrië, de bezetting. Ik kom daar straks nog op terug, maar dat is toch wel een heel cruciaal detail. En we weten tot op de dag van vandaag niet, omdat dat de veiligheid zou schaden, welke groepen dat precies zijn. We hebben wel door journalistiek speurwerk gezien dat er een aantal bij zitten, Sultan Murad, die beslist niet de gematigde oppositie zijn, maar die op dit moment ook in beelden opduiken waarbij bijvoorbeeld een Koerdische politica na de Turkse invasie van Noordoost-Syrië om het leven is gebracht. Dat is nog niet alles. Ook Iran en Rusland en Sjiitische milities van Hezbollah zijn betrokken bij de oorlog in Syrië. Zij steunen Assad. Vanaf 2015 grijpt Rusland ook militair in de strijd tegen IS. Net zoals een coalitie onder leiding van de Verenigde Staten met ook Nederland daarin in 2015 startte met de anti-ISIS coalitie met bombardementen in Irak en Syrië, waar de IPG, de Koerden, in samenwerking met al die andere bevolkingsgroepen in het noordoosten van Syrië, dus Rojava, de boots on the ground leveren. Er wordt dus militair samengewerkt. En ook bij Kobani hebben de Amerikanen geholpen om te voorkomen dat de stad in handen viel, zou vallen van de IS. Hoewel niemand, en natuurlijk het kalifaat bestaat niet meer fysiek, de ideologie is nog niet verdwenen, maar de burgeroorlog is zeker ook nog niet opgelost. En Assad is al helemaal niet weg, hoewel niemand het toegeeft. En ik vrees dat dat nog wel een aantal jaren zal duren, is glashelder dat de strategie, dat alles geoorloofd was om Assad weg te krijgen, compleet heeft gefaald. Hij zit daar met steun van de Russen, stevig in het zadel, maar heeft ook nog steeds wel degelijk steun van een aanzienlijk deel van de bevolking. Zelfs de bevolkingsgroepen zoals de christenen en de Assyriërs, die hebben zoiets van: als wij moeten kiezen tussen Turkije en hun proxy-islamisten, of tussen Assad, ja, dan hebben we maar te dealen met Assad. Van hem gaat dus voor sommige mensen minder bedreiging uit, ook al is het natuurlijk ook een wrede dictator. De Turken die wilden heel graag een deel van Syrië en Idlib innemen, om te voorkomen dat Koerdisch zelfbestuur in het noordoosten en hun grenzen op te reggen. Maar Idlib is inmiddels in handen van Al-Qaeda en extremisten. Dat is eigenlijk het laatste bolwerk. Rusland en het Syrisch leger, die zijn daar bezig. En ook daar is natuurlijk de burgerbevolking weer de dupe. De bemoeienis van buitenaf, financieel, logistiek en met wapens aan die zogenaamde gewapende groepen heeft sectarisme en extremisme in de hand gewerkt. Natuurlijk, Assad is hoofdverantwoordelijke. Maar zoals gezegd, het was een burgeroorlog, maar het is nu een proxyoorlog met Rusland, Iran, Syrië aan de ene kant, Turkije, Qatar, Saudi-Arabië, de VS, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk aan de andere kant. De oorlog is onnodig verlengd en nog steeds niet afgelopen. Wat mij brengt op het laatste punt van vanavond, namelijk de Turkse inval in Noordoost-Syrië en het verraad van de Koerden. Want inmiddels is in het noordoosten van Syrië, ondanks de oorlog, ondanks de aanvallen van de IS op Koerdische steden zoals Kobani en Afrin, een uniek zelfbestuur gevestigd, Rojava. Met een politiek bestuur bestaande uit de volkeren die in het gebied wonen, Koerden, Assyriërs, Christenen en Arabieren, en de Syrian Democratic Council als een soort politiek bestuur met een militaire organisatie, de IPG, met die eenheden die in samenwerking met het Westen ook hebben gevochten en nog steeds eigenlijk tegen de IS en vele levens hebben gegeven. Duizenden mensen zijn in die strijd omgekomen, zonder het verder te romantiseren, want het is en het blijft oorlog.
De ruimte die ontstond als gevolg van de oorlog hebben zij weten te benutten voor het vestigen van een federaal gedecentraliseerd systeem. Ze willen onderdeel blijven van Syrië, maar wel hun rechten. De Autonomous Administration of Northern and Eastern Syria. Maar gezien voorgaande, niet geheel verrassend, is dit natuurlijk wat Turkije koste wat kost wil voorkomen. Geïnspireerd door de oude Groot-Ottomaanse gedachten willen zij het gebied verturksen en voorkomen dat er een door Koerden gedomineerd zelfbestuur komt. En daarom zijn ze in 2016 al de operatie Euphrates Shields gestart. Het is dus niet de eerste keer dat Turkije Syrië binnenvalt, omdat de YPG zich in Jarablus bevond en ze wilden voorkomen dat de Koerden een nog groter gebied in handen zouden krijgen. Daarop volgde de aanval in Afrin in 2018, ook volstrekt illegaal. Niemand wilde het veroordelen, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, Zijlstra ook niet. En na aankondiging van Trump dat hij het gebied zou verlaten, bezette hij de andere delen van Noordoost-Syrië, waar dus Rojava is gevestigd. De Turkse zorgen betreffen voortdurend, en zij zeggen voortdurend, dat zij vanuit dat gebied worden aangevallen. Veiligheidszorgen heet dat in het jargon, wanneer Koerden daar besturen. Die bewijzen zijn er niet, die aanvallen zijn er niet. En als er wel eens een raket is afgevuurd, dan is dat vanuit zelfverdediging. Maar toch zijn daarover onlangs van de zomer afspraken gemaakt. Om tegemoet te komen. De Koerden die zijn heel pragmatisch. Je moet ook wel als je in zo'n omgeving opereert. Er zijn afspraken gemaakt voor een veiligheidszone waarbij de Amerikanen samen met de Turken zouden patrouilleren. De Koerden op delen zijn teruggetrokken, et cetera, om de Turken dus meer comfort te bieden. Maar dat mocht niet baten. 6 oktober van dit jaar sluiten Trump en Erdogan een deal, een vuile deal. En 2 dagen later valt Turkije Noordoost-Syrië voor de 3de keer in korte tijd binnen. Nu bijna 2 maanden geleden. Het Koerdisch probleem in eigen land in Turkije, waarbij leiders zijn opgesloten, de economie verslechterd, er een autoritair systeem is gevestigd, wordt op deze wijze natuurlijk niet opgelost. Sterker nog, het wordt alleen maar slechter ook voor de eigen Turkse bevolking. Maar het wordt geëxporteerd. Net als in de 20e eeuw is nu de ambitie voor een groot Ottomaans Rijk en wil de Turkse dictator de grens eigenlijk met tientallen kilometers opschuiven. Op deze manier komt er natuurlijk van een vredesproces in Turkije niets terecht en kan hij de mensen in eigen land afleiden van de grote problemen die in Turkije zijn. En dat heeft nogmaals weer te maken met dat sterk nationalistisch gevoel en ook het idee van het vijanddenken. Het Turkse plan spreekt voor zich. Turkificatie en omvolking. Ik noem het omvolking. Ik heb dat een beetje geïnspireerd door wat foute partijen hier in ons land. Maar zij willen gewoon een zone waarin de huidige bevolking eigenlijk een beetje wiebert. En daarvoor in de plaats Arabieren, Soenieten, et cetera, worden gevestigd. En ze zijn daar ook bezig. Ze investeren ook in het gebied. Proberen daar ook zoveel mogelijk Turkse bedrijven te krijgen, et cetera. En zij willen ook, en dat is het plan van Erdogan, heeft hij meermaals zo, ook in de VN heeft hij een soort gelijk kaartje laten zien met waar hij dan allemaal zijn grens zou willen. Heeft hij gezegd, ik wil daar de miljoenen Syrische vluchtelingen die ik nu opvang, waarmee die ook wel eens dreigt naar Europa, hey, ik ga ze terugsturen, net zoals de IS-strijders, om die daar te huisvesten. Hij wil daar huizen bouwen, et cetera, waar het niet dat 80% van die vluchtelingen niet uit die regio komt. En bovendien een honderden duizenden mensen ontheemd zijn geraakt en moeten vluchten, wat volstrekt in strijd is met het internationaal recht. Ik vind het een grote politieke schande. Allereerst vanwege het grote humanitaire drama. Met de invasie van Afrin waren al honderden duizenden mensen ontheemd, zijn er door doden gevallen, oorlogsmisdaden gepleegd. In plaats van Turkije te stoppen, is de bevolking weer keihard aangevallen. Als gevolg van deze bezetting zijn weer, de schattingen variëren, maar ongeveer 250.000 ontheemden. Veel hulporganisaties, maar ook journalisten zijn weggetrokken uit het gebied. En islamitische milities, we hebben de beelden kunnen zien, vallen op gruwelijke wijze de lokale bevolking aan. Ik noemde al de Koerdische politica, die is omgebracht. Een veelbelovend politica. Het is natuurlijk een politieke schande dat 2 NAVO-bondgenoten, te weten Turkije en de VS, verantwoordelijk zijn hiervoor. En de mensen die hebben gevochten tegen de IS, ook voor ons allemaal, voor de mensheid, op deze manier in steek laten. Het is een gevaar voor de hele regio, maar leidt natuurlijk ook af van de strijd tegen IS. En last but not least, het druist in tegen het VN-handvest en de waarden waar Nederland, de EU en de NAVO voor zegt te staan.
Het toont ook in mijn ogen de hypocrisie van het buitenlandbeleid. In theorie draait die namelijk om mensenrechten, democratie, de rechtsstaat en internationaal recht. Maar in de praktijk gaat het vaak, te vaak, om belangen. Ordinaire belangen. Zoals macht, invloed, geopolitiek en grondstoffen. Olie. Heel veel olie in het Midden-Oosten. En dat, zo weten we allemaal, maakt de regio niet veiliger, maakt ons niet veiliger, maakt de wereld niet veiliger. Integendeel, het bedreigt onze toekomst. Want wat is een economie waard? Wat is een wereld waard? Die drijft op olie waarvan we weten dat die ons geen toekomst geeft, maar ons de toekomst ontneemt. Hoe precies denken politiek leiders onze veiligheid door een illegale bezetting onbestraft te laten? Te dienen. Door nog meer chaos met daarbij horende ruimte voor extremisten te creëren. Door niet de diplomatie, maar agressie en permanente oorlogsvoering te verkiezen. Door Rojava en de inwoners, die een unieke constellatie vormen en hebben gestreden tegen IS, door een vuile deal tussen twee NAVO-partners te verraden. Denken jullie echt dat het de mannen, deze mannen en deze leiders te doen is om onze veiligheid? Ik denk het niet. Samenvattend. De oorlog in Syrië begon als een burgeroorlog, vreedzaam en van onderop, is ontaard in een proxyoorlog over macht, invloed, sectarisme en geopolitiek. In een regio waar sinds 9/11 een permanente oorlog wordt gevoerd met een dubieuze rol voor het Westen. Waarbij als het zo uitkomt ook dictators worden gesteund of illegale oorlogen worden gevoerd om de olie. Europa heeft zich door de Turkije-deal met Erdogan te sluiten chantabel gemaakt. Met grote onderlinge meningsverschillen, niet in staat om de eigen positie te bepalen, maar wel neoliberaal beleid dat leidt tot ook onvrede onder de bevolking hier, die weer door rechtsradicale partijen wordt gericht op migranten en vluchtelingen en onderlinge verschillen vergroot. Nederland zit wel in de maag met de NAVO-partners. Deze aanval, deze laatste bezetting, is door iedereen, bijna de hele wereld, veroordeeld. Maar durft zich ook niet los te weken van de grote grootmachten. Heeft ook geen antwoord op zoiets overzichtelijks als berechten van IS-gevangenen. Nederlandse IS-gevangenen bijvoorbeeld. Zij heeft ten aanzien van Syrië ook dubieuze groepen gesteund. Dat kan ook een keuze zijn. Maar die keuze moet dan wel eerlijk en open voorgelegd worden aan de bevolking. En op zijn minst hebben wij het recht om de waarheid te weten. En er is, en dat is natuurlijk nog best treurig, geen beeld of alternatief voor de toekomst. Wat te doen? Moeten we dan wel met z'n allen depri zitten wezen? En gaan we ten onder? Nee, beslist niet. Beslist niet. De gevolgen voor de Koerden, maar ook de andere bevolkingsgroepen zijn groot. In Noordoost-Syrië en de overige landen in het Midden-Oosten. Het is groot onrecht wat het volk wordt aangedaan door hun eigen onderdrukkers om te beginnen, maar zeker ook door bijdragen van grootmachten, ook het Westen. Wat dat betreft is er niet veel veranderd als je kijkt naar de geschiedenis. Maar de volkeren, en dat is het hoopvolle, we zien dat nu in het hele Midden-Oosten, net zoals in Europa eigenlijk, verschillende bewegingen, die geven niet op. Ze gaan door met hun strijd voor rechtvaardigheid, voor gelijke politieke, economische en sociale rechten. En wij mogen, denk ik, zeker ook niet opgeven. Altijd staan we aan de zijde van onderdrukte volkeren, van het internationaal recht, het zelfbeschikkingsrecht van volkeren, de soevereiniteit van staten, het non-agressiebeginsel. Dat zijn belangrijke afspraken die we met elkaar hebben gemaakt na de Tweede Wereldoorlog, juist om te voorkomen dat zoiets als fascisme zich nog een keer voordoet. Ik ben van mening dat we Rojava moeten steunen, dat er nu harde maatregelen getroffen moeten worden, dat er geen wapenexporten meer mogen plaatsvinden naar onder andere Turkije, dat Turkije geen onderdeel zou moeten uitmaken van Rojava, van NAVO. En dat onze Nederlandse regering de eigen buitenland- en veiligheidsstrategie moet herzien. Het wordt namelijk pijnlijk duidelijk dat de NAVO hersendood is, zoals de Franse president Macron onlangs ongegeneerd uitsprak. Mijn overtuiging is dat de huidige buitenland- en veiligheidspolitiek met permanente oorlogsvoering, kernbewapening en vijanddenken voor particuliere belangen morsdood is. Dat moet veranderen van onderop, rechtvaardig, sociaal, voor iedereen, wereldwijd. Dank jullie wel.